Patrick Bramer is de nieuwe algemeen directeur van LTO Bedrijven. Hij volgt Joop Jorritsma op die zijn taken wegens gezondheidsredenen moest neerleggen. De aandeelhouders LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben op voordracht van de Raad van Commissarissen ingestemd met de benoeming van Bramer. Hij is momenteel hoofdredacteur van Nieuwe Oogst en uitgever van AgriPers en begint 1 september aan zijn nieuwe functie.